Fruit Delta Rivierenland, het samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs en ondernemende burgers in Rivierenland, gaf onlangs het startsein voor een regionale energiestrategie voor de regio. Hiermee gaan verschillende organisaties in Rivierenland met elkaar aan de slag om in 2050 energie-neutraal te zijn. Tijdens een druk bezochte startbijeenkomst van Fruit Delta Rivierenland bij Waterschap Rivierenland gaven de partijen het startsein voor een regionale energiestrategie. We merken dat er op het gebied van duurzaamheid nog heel veel te winnen is. Dat er ook nog heel veel moet gebeuren. Dat we kleine stapjes zetten. Particuliere zonnepanelen op het dak, bedrijven zonnepanelen op het dak. Maar dat is nog niet voldoende natuurlijk om energie neutraal te worden in 2050. Dus er moeten echt nog stappen worden gezet. En dat moet je dan ook in samenspraak en met samenhang met alle partijen doen. Dus vandaar dat bij het waterschap er een avond georganiseerd is voor alle partijen. Om te kijken van of we een gezamenlijke agenda kunnen inrichten om slagen te maken op dit gebied. Nou, die agenda moet nog gevormd worden regionaal. Maar daar zijn alle elementen met betrekking tot duurzaamheid moeten daarin samenkomen uiteindelijk. Windenergie, zonne-energie, waterkracht. Nou, alles wat je maar zou kunnen bedenken, dat moet daar wel een plekje krijgen. Want één ding is wel duidelijk. Met één ding lukt het niet. Je zult echt op alles moeten inzetten om in dit geval Rivierenland energie neutraal te krijgen. De financiering is natuurlijk nog een open eind, maar dat zal natuurlijk per project bekeken moeten worden. Waarin grootschalige initiatieven natuurlijk ook gewoon rendement moeten opleveren. En voor particulieren moet het ook aan twee kanten het mes snijden. Het moet én bijdragen aan de duurzaamheid, maar het helpt nou zo ontzettend als dat bijvoorbeeld ook voor de energierekening scheelt. En dan krijg je volgens mij particuliere bedrijven in beweging.